Hey, super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een extra video voor jullie en het is weer een shoplog. Ik weet dat ik moet echt stoppen met nieuwe kleding kopen, maar deze keer heb ik zo'n leuke, mega grote Shein shoplog voor jullie. Jullie weten al dat ik best wel vaak dingen bij Shein bestel, maar deze keer mocht ik deze items gewoon opgestuurd krijgen van Shein. Dus dat vond ik wel heel erg leuk, dus dat heb ik gedaan. Ik heb hele leuke lente- en zomer items uitgekozen. Ze hebben op Shein gewoon zulke schattige, leuke dingen. Dus heel deze doos zit vol, er zit echt super veel in, dus laten we maar gewoon snel gaan beginnen. Als allereerst heb ik deze body warmer. Ik heb deze eigenlijk voor mijn beste vriendin besteld. Want ik mocht gewoon zoveel dingen bestellen. Dus ik dacht, het is wel leuk om ook iets voor haar te bestellen. Ik vind hem wel heel erg leuk zelf ook. Hij heeft echt een hele leuke kleur. Wel ziet hij er heel erg kort uit. Terwijl dit is wel een maat M. Dus ik denk, als je deze ook wil bestellen, dat je misschien een maatje groter moet bestellen. Maar ik ga hem nu gewoon even aanpassen. Dus dan zullen we dat al zien. Nou, zo staat de body warmer. Hij is dus eigenlijk helemaal niet te kort. Hij hoort gewoon zo kort te zijn. Dat is gewoon het model. En mijn shirtje is zelfs nog veel korter. Dus dan zie je wel dat hij gewoon een normale lengte is. Ik vind hem heel leuk. Hij is natuurlijk voor Noora, dus ik denk dat ik hem zelf ook gewoon nog ga bestellen. Want ik vind hem gewoon super leuk. Dan als tweede heb ik dit jurkje. Hoe leuk is dit printje? Ik vind hem er super schattig uitzien. Ik hoop dat hij me mooi staat. Het is wel heel fijn, want er zit ook een onderjurkje in. Dus ik denk dat hij niet door zal schijnen. Dus dat is echt fijn. Nou, dit is hoe het jurkje staat. Ik ben er echt helemaal verliefd op. Ik vind hem zo mooi. Hij schijnt dus helemaal niet door. Dat komt dus natuurlijk door dat onderjurkje. Maar ik heb nu gewoon zwart ondergoed eronder aan. En je ziet het helemaal niet. Dan heb ik dit topje. Dat is echt zo'n topje voor mij. Ik hou echt van al dat soort schattige topjes. Een beetje off-shoulder. Met van die leuke mouwtjes. En ik vind het patroontje ook heel erg leuk. Echt lekker zomers. Nou, zo staat het topje. Ik ben er gewoon verliefd op. Ik vind dit zo leuk. Het is echt zo'n topje voor mij. Ik heb super veel van zulke soort topjes. En deze vind ik ook gewoon weer heel erg mooi. Door de knoopjes en het patroontje. Oh, ik ga deze zo vaak aandoen. Dan heb ik hier nog een jurkje. Ik vind de kleur wel een beetje heftig. Ik dacht dat het een beetje anders voor groen zou zijn. Het is wel echt een beetje van dat kikkergroen. Ik denk dat het wel leuk kan zijn in de zomer als ik super bruin ben. En dan met dit jurkje aan. Maar ik weet niet of ik het nu al aan zou doen. Nu ik nog niet echt heel erg bruin ben. Want het is wel echt een heel erg felgroen kleurtje. Verder vind ik wel heel leuk. Ik vind dat stofje zo fijn. Dat sluit altijd heel erg mooi aan bij je lichaam. Zo'n geript stofje. En de onderkant vind ik ook heel erg leuk. Nou, ik heb nu dat groene jurkje aan. En ik vind de kleur leuker dan ik had verwacht. Ik vind het wel heel leuk. Ik denk dat als ik heel bruin ben, dat het dan wel heel erg leuk zou zijn. Hij zit wel heel erg strak. Misschien had ik beter een M kunnen nemen. Want nu moet ik echt de hele tijd mijn buik inhouden. Als ik me een beetje comfortabel wil voelen. Maar voor de rest sluit hij wel gewoon echt heel erg mooi aan om je lichaam. Ik vind dat heel leuk met die mouwtjes. En de onderkant, dat hij dan net nog hier eventjes dit heeft. Vind ik wel heel leuk. En dan heb ik nog een groen jurkje. En dit is nou de groen die ik graag wilde zien. Ik vind het zo ongelooflijk mooie kleur. Het is een soort van mintachtig groen. Ik vind hem zo leuk. En ik vind dit jurkje ook gewoon echt heel erg mooi. Ik hoop echt dat het me mooi staat. Want hij is zo mooi. Er zitten ook een soort van glitterachtige details in. Ik vind hem zo leuk. Nou, zo staat dit jurkje aan. En ik wil niet te enthousiast doen, maar ik ben hier ook gewoon super enthousiast over. Ik vind deze zo leuk staan. Deze heeft ook zo'n onderjurkje erin, dus hij schijnt ook helemaal niet door. En hij staat gewoon zo mooi. Kijk, het is ook super handig, want je kan dit zelf verstellen. Kijk, ik heb het nu niet zo mooi gedaan, maar als ik hem echt naar buiten aan ga doen, dan kan je dit gewoon mooi zelf verstellen, zodat hij hier gewoon aansluit hoe je dat wil. Dus dat is wel echt heel erg fijn. En voor de rest vind ik hem ook gewoon heel erg leuk staan. En hij zit lekker. En ik hoef niet mijn buik in te houden. Dus deze ga ik sowieso echt heel erg vaak aandoen. Dan heb ik dit jurkje. Eerlijk gezegd, je moet hier echt niet te veel van verwachten. Het stofje is echt niet dik. Het is echt een dun stofje. Het ziet er wel heel erg leuk uit. En ik vind de achterkant ook heel erg fijn. Want hij heeft echt zo'n strakke band hier. Zodat hij heel mooi aansluit. En hij heeft leuke touwtjes. Hij ziet er heel leuk uit. Maar het is niet een dikke kwaliteit ofzo. Maar ja, op zich, wat maakt het uit? In de zomer hoef je toch ook geen dik jurkje aan te doen. Nou, zo staat dit jurkje aan. Het ziet er wel echt heel erg leuk uit. Maar vergeleken met dat jurkje hiervoor is deze kwaliteit gewoon echt heel erg slecht. Volgens mij was deze ook wel nog goedkoper. Maar die andere had ik echt gewoon bij de Hollister of zo kunnen kopen. En deze weet je wel gewoon echt dat die van Shein is. Je zou het niet zien op een foto of op een video of zo. Maar als je het in het echt voelt, dan denk je wel van oké. Dit was maar 11 euro. Maar voor de rest vind ik hem wel gewoon heel erg leuk staan. Ik weet niet. Gewoon voor 11 euro vind ik het zeker een heel erg leuk jurkje. Ik ga hem sowieso op vakantie ook gewoon heel erg vaak dragen.
Dan heb ik dit two-piece setje. Die two-piece setje bij Shein zijn zo cute. Ik wou ze eigenlijk gewoon echt allemaal. Maar goed, ik heb deze gekozen. In deze superleuke blauwe kleur. Dit is het rokje. Hij lijkt best wel lang. Het lijkt best wel een lang rokje. Maar hij heeft wel zo'n leuk detail. Dat hij niet zeg maar helemaal glad is of zo. Maar er zit wel een leuk structuurachtig dingetje in. En dan heb ik het topje. Die ziet er ook best wel groot uit. Terwijl ik heb gewoon maat S genomen. Dus ik hoop niet dat die te groot is. Want meestal heb ik een maat M bij mijn bovenkant. En dit is dus maat S. En deze ziet er ook best wel groot uit. Maar goed, het zal wel leuk bij elkaar staan. Nou, dit is het setje als ik hem aan heb. Ik vind het gewoon weer heel erg leuk staan. Je kan wel gewoon beter, denk ik, een maatje kleiner nemen. Want ik heb normaal dus echt een SM. Van deze heb ik een S. En alsnog is die best wel groot. Kijk, het rokje is best wel groot. En het topje ook. Hier valt nog best wel veel ruimte. Terwijl, je kan hem wel zelf herstellen, maar ik heb hem nu al op zijn strakst. En alsnog zit hij best wel los. Maar het maakt niet heel veel uit. Ik kan hem zo wel gewoon aan. Maar als ik het wist, had ik waarschijnlijk gewoon een maatje kleiner besteld. Maar alsnog ben ik er heel erg blij mee. Dan heb ik nog zo'n two-piece setje. Super raar, want deze is dus niet van Shein. Er staat hier Esberto op of zo. Dus normaal staat hier een labeltje met Shein, maar nu staat er dus Esberto. Ik weet niet waarom, maar ik heb het wel gewoon bij Shein besteld. Dus het zal wel gewoon goed zijn. Hij ziet er wel heel erg leuk uit. Weer zo'n setje. Heel erg leuk zomersachtig kleurtje. En een leuk patroontje. Hij sluit hier ook mooi aan. En het topje die daar natuurlijk bij hoort. Ja, helemaal leuk. Nou, zo staat dit setje dus aan. Zoals je waarschijnlijk ook kan zien, schijnt hij wel heel erg door. Je kan dit setje echt niet aan met een zwarte onderbroek, want je ziet het gewoon heel erg. Dus als je deze ook wilt, dan moet je er wel echt een soort van ja, huidskleurig ondergoed bij doen. Maar voor de rest vind ik hem wel heel mooi staan. Hij sluit heel erg mooi aan. De maat is perfect. Ik heb gewoon de maat S en hij is heel erg fijn bij mij. Hij zit niet te strak en niet te los. Dan heb ik hier het enige item wat niet echt zomerkledingachtig is. Dat is namelijk dit joggingspak. Dit is hem. Ik vind de kleur echt heel erg leuk. Ik vind de bruine kleur gewoon heel erg mooi. En het stofje is ook heel dik van deze. Dus een heel erg lekkere binnenkant heeft hij. En het topje is best wel klein. Ik heb heel dit ding in een maat S genomen. Bij mij is het echt altijd best wel lastig als je two-piece set hebt. Want ik heb altijd een S bij mijn broek en een M bij mijn topje. Dus als ik dan zo'n two-piece moet kiezen, dan weet ik het echt altijd niet. Maar ik hoop dat het bij elkaar wel mooi aansluit. Maar dat ga ik nu even aanpassen. Nou, dit is hoe het joggingspak staat. Ik ben hier wel heel erg blij mee. Hij zit echt heel erg lekker. En de broek sluit ook perfect aan. Maar de mouwen van de armen zijn wel een beetje kort. Dat heb ik gewoon altijd, dat ik echt een M eigenlijk boven moet. Maar voor de rest vind ik hem wel heel erg leuk staan. Het is wel jammer dat hier geen zakken in zitten, want dat vind ik wel heel chill bij een joggingsbroek. Maar goed, voor de rest staat hij wel heel leuk. Dan heb ik nog iets bruins. Dat is namelijk gewoon dit basic topje. Ik vind dit soort topjes gewoon heel erg fijn. Ik draag ze heel erg vaak. En het ziet er gewoon cute uit met van die knoopjes. En de kleur vind ik heel leuk, dus top. Nou, dit is het bruine topje. Ik vind hem zelf weer heel erg leuk. Gewoon lekker basic, maar toch leuk. Gewoon door die knoopjes. En het kleurtje vind ik ook heel mooi. Hij is wel kort. Echt alle shirtjes die ik heb van Shein zijn ongeveer deze lengte. Gewoon dat je navel hier zit en dat hij dan hier nog een klein stukje buik ziet. Ik vind dat zelf heel erg leuk staan, maar dan weet je dat wel. Dan heb ik dit topje. Hier twijfelde ik best wel erg over. Omdat, ik weet niet, het printje. Ik heb nog niks in zo'n printje. En het is best wel zo van in your face of zo, ik weet niet. Maar ik vond het wel heel erg leuk uitzien op het model. Dus ik dacht, ik probeer het gewoon. En ik vind hem er ook wel heel erg leuk uitzien. Het heeft weer van die knoopjes. En het ziet er wel gewoon heel erg leuk uit. Ik denk gewoon op een zwarte broek of op een witte broek zal het heel erg leuk staan. Nou, zo staat dit topje. Ik ben er heel erg blij mee. Ik ben echt blij dat ik hem heb genomen. Het stofje zit heel lekker. En ik vind hem ook gewoon heel erg leuk staan. Dan heb ik nog dit bruine topje. Deze heb ik natuurlijk in de maat M genomen. Want hij zag er al best wel klein uit. Maar hij ziet er eigenlijk nog steeds best wel klein uit. Ook al heb ik een maat M genomen. Dus ik hoop dat hij niet echt alleen maar met boobies bedekt, zeg maar. Dat hij wel ietsjes langer is. Want anders is hij misschien een beetje te kort. Dit topje moet je echt aan zonder BH of met een strapless BH. In ieder geval niet hoe ik hem nu aan heb. Want dat ziet er gewoon echt niet uit als je dit bandje ziet. Want deze bandjes zijn zo dun. Maar ik vind hem wel echt veel leuker dan ik had verwacht. Ik dacht echt dat hij maar tot hier zou komen. En dat het echt zo lelijk zou staan. Maar op zich is hij nog best wel lang. Hij sluit nog best wel mooi aan op mijn broek. En ik vind het eigenlijk wel leuk als je een klein beetje buik ziet. Maar ik denk niet dat ik dit naar school of zo aan zou doen. Omdat hij gewoon best wel bloot is.
Maar voor op het strand, voor op vakantie, is hij gewoon helemaal leuk. En dan als laatste heb ik nog een two-piece set. Deze keer een super mooie witte kanten two-piece set. Het zag er gewoon zo mooi uit op het model. Ik dacht, hoe leuk is dit voor in de zomer? Dit is het rokje. Gewoon een mooi rokje. Ik denk ook niet dat hij doorschijnt. Dus dat is fijn. En dan heb ik daarbij dit topje. Die is wel heel kort. Ik weet niet. Ik hoop dat hij leuk is. Maar hij ziet er wel heel erg kort uit. Maar goed, kijk hoe lang dit ook is. Hopelijk pas ik het. Nou, dit is het witte setje. En van ver af vind ik hem er ook heel erg leuk uitzien. Maar het is best wel jammer, want dit topje is hem gewoon net niet voor mij. Dit mouwtje valt steeds eraf. En hij zit hier ook gewoon niet heel erg mooi aangesloten, vind ik. Bij mij vind ik het gewoon niet zo erg mooi staan. Dus dat is wel jammer, want ik vond het zo leuk bij elkaar staan. En het rokje is wel gewoon echt perfect. Echt, het heeft zo'n mooi stofje. En hij schijnt helemaal niet door. Dus het is wel jammer dat ik het niet echt als setje kan gaan dragen. Want dit is gewoon irritant als je heel de hele tijd zo'n ding hebt die valt. En waar die niet gewoon comfortabel zit. Dus ik zal dit rokje wel gewoon met andere topjes gaan dragen. Dan had ik zelf bij Shein pas ook nog een bestelling geplaatst met drie kleine dingetjes. En ik had het dus al in mijn video aan. En ik kreeg toen heel vaak de vraag waar het van was. Dat was namelijk dit hemdje. En hij is dus van Shein. Zo'n schattig hemdje. Echt love it. En ik had dus ook deze tas nog besteld zelf. Deze tas is toch zo leuk. Hier kreeg ik ook zoveel vragen naar. En ook naar mijn hoesje. Alles is van Shein. Ik heb dit allemaal met mijn eigen geld gekocht. En ik ben er zo blij mee. Ik gebruik deze tas echt al super vaak. En dit hoesje is ook gewoon super leuk. Dus ik dacht, ik laat het gewoon allemaal gelijk nu zien. Zodat stel je wil iets bij Shein bestellen, weet je dat dit ook allemaal daarvan is. Nou, dat was dan alles wat ik heb geshopt bij Shein. Ik wil Shein heel erg bedanken voor deze leuke samenwerking. En ik heb voor jullie natuurlijk ook nog een kortingscode, hè? Hoe cool dat ik gewoon mijn eigen kortingscode heb bij Shein. Ik gebruik altijd kortingscodes, maar nu heb ik er dus één. Mijn kortingscode is SHEQ2 en dan krijg je 15% korting op heel je aankoop. Dus ik ga sowieso mijn eigen kortingscode ook gebruiken. Nou, dan was dit alweer het einde van deze video. Ik hoop natuurlijk dat jullie het heel erg leuk vonden om te zien. Als het zo was, vergeet dan zeker niet om een duimpje omhoog te doen. En even te abonneren op mijn kanaal als je dat leuk vindt. Die zou mij er echt heel erg blij mee maken. Nou, dan wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En zie ik je hopelijk weer bij mijn volgende video. Doei!